Nederland gaat vandaag naar de stembus om te stemmen voor de Europese verkiezingen. Toch is dat een beetje het ondergeschoven kindje wat betreft verkiezingen. Ook in de regio was de opkomst midden op de dag nog niet om over naar huis te schrijven. Nederland mag vandaag als eerste lidstaat naar de stembus voor de Europese parlementsverkiezingen. Bij de vorige Europese verkiezingen lag het landelijk opkomstpercentage niet heel hoog. De gemeente Beuningen had vorige keer een van de laagste opkomstcijfers in de regio, namelijk 39%. Bij het gemeentehuis in Beuningen en bij muziekcentrum De Ulto in Winsen gaat het stemmen vooralsnog zonder problemen. Het loopt lekker door. Nou is dit wel een stembureau waar de hele dag door mensen komen. Dus niet echt pieken door het werk of uit het werk. Dus hier loopt het eigenlijk heel goed door. Maar we zijn niet ontevreden. Ja, dat gaat allemaal soepel. En we hebben het niet heel druk, maar... Het gaat prima. Ja. Er zijn er nu 87 geweest. Het lijkt hier nu hoger dan bij andere verkiezingen, maar dat heeft ook te maken met een andere indeling van de stembureaus. Dus dat kunnen we eigenlijk moeilijk vergelijken. Om 12 uur 's middags kwam in Beuningen de eerste tussenstand naar buiten en die lag op 13,7%. Om 2 uur lag de opkomst in diezelfde gemeente aanzienlijk hoger, namelijk iets meer dan 21%. Dat is een stuk meer dan bij de vorige Europese verkiezingen in 2019. Toen was het opkomstcijfer rond hetzelfde tijdstip ruim 14%. Voor de meeste mensen blijft stemmen dan ook erg belangrijk. Tussendoor nog eventjes gauw stemmen. Ja, dat dacht ik, ja. Ja, en we gaan nou voor het Europees Parlement stemmen. Ja, dat hoort erbij. Als die er samen is, is niks. Ja, en is stemmen belangrijk voor u? Ik vind wel. Ik vind dat zelfs misschien verplicht zou moeten zijn omdraaien. Ja, we zijn onderdeel van Europa, dus... ik denk dat het gewoon belangrijk is. Ja. Zoveel belangrijk, ga ik niet stemmen, heb ik niks te zeggen. De Europese verkiezingen zijn redelijk onbekend. Toch worden keuzes op verschillende manieren gemaakt. Nou, ik baseer hem eigenlijk op mijn landelijke keuze. Ja, hoe komt het? Mij niet zo interesseert en doordat ik een paar keer een hersenvaak heb gehad, is een beetje de interesse weg. Eigenlijk dit keer heel lui. Een vriendin die ik goed ken en die bij iemand kende die het heel goed had uitgezocht. Dus ik heb op GroenLinks gestemd. Nou, ik doe die keuze waar ik hier voor Nederland ben, zo doe ik ook voor Europa. Ik weet het al. En dat blijft mijn geheim. Op de campus van de Radboud Universiteit in Nijmegen bracht burgemeester Hubert Bruls vanmiddag een bezoek aan het stembureau. Hij roept dan ook de Nijmegenaren op om vandaag hun stem uit te gaan brengen. Verkiezingen is ook een geweldig voorrecht dat je tot je mag kiezen in een vrij land. Niemand hoeft te weten wat je stemt, maar je mag het wel doen. En het is een feest, het feest van de democratie. Na het stemmen ging hij in gesprek met studenten van de universiteit over deze Europese verkiezingen. Ja, zal blijken. Ik laat vooral ook een beetje van studenten af. Ik ben wel benieuwd natuurlijk wat hun motivatie is om te gaan stemmen. Of misschien wel niet, hè. Dat kan natuurlijk ook.